Ja, ik ben sinds 15 maanden ben ik nu wethouder in Utrecht. Nou, Robert die heeft net al geschetst wat ik daarvoor gedaan heb. En wat mij heel erg aanspreekt aan het werk als wethouder is dat je echt op de uitvoering zit. Waar je als Kamerlid probeert om een minister of een staatssecretaris zover te krijgen om iets te doen, kun je het als wethouder zelf doen. En dat is heel concreet en ook heel tastbaar. Ook zeker ook op het lokale niveau, waar je ook echt vaak gaat over dingen waar mensen direct mee te maken hebben. En daarom vind ik het ook heel goed om nu hier deze masterclasses te hebben. Omdat het ook altijd wel goed is om na te blijven denken over waarom je de dingen doet die je doet. Want je kunt ook op dat praktische niveau heel snel komen op van ja, zo is het nu eenmaal. En ja, dingen moeten gewoon gebeuren. Dus steeds weer terug blijven komen op waarom doe je de dingen zoals je ze doet. Ik probeer dat bij mijn portefeuilles zoveel mogelijk te doen. Ik ben naast wethouder werk en inkomen ook wethouder publieksdienstverlening, personeel en organisatie en diversiteit. Nou, en dat lukt vast niet altijd. Ik bedoel, als het gaat over de aankoop van een salarisadministratiesysteem, nou, dat moet gewoon goed zijn, want mensen moeten hun salaris krijgen. Maar daar zit wat minder ideologie in dan bijvoorbeeld in de portefeuille werk en inkomen. En ik herken me erg in de ontwikkeling die Tom schetst. En ik zie ook als ik kijk naar wat ik zelf de afgelopen tijd heb gedaan, want ik ben sinds 2002 inderdaad actief bij GroenLinks, zie ik ook dat mijn eigen denken als het gaat over mensen in de bijstand, want dat is waar ik vooral op wil focussen. Tom had zijn verhaal vooral het brede arbeidsmarktverhaal. Dan zie ik ook daarin een ontwikkeling. En het is wel grappig, toen ik hier net binnenkwam, toen sprak ik iemand die ook actief is bij de afdeling Groningen, waar ik zelf dus ook begonnen ben als student. Ik was toen gemeenteraadslid in Groningen. En ik herinner mij dat in Den Bosch toen een wethouder zat, Bart Eigenman. En die had een aanpak ontwikkeld, Work First. En daarmee bedoelde die een actievere aanpak van uitkeersgerechtigden. Dus dat je niet alleen mensen een uitkering geeft, wat natuurlijk nodig is, maar tegelijkertijd ook wat van mensen verwacht. En ik herinner me dat het gesprek zoals we dat toen in die fractie voerden, en ik dacht daar echt niet anders over op dat moment, wij vonden dat verschrikkelijk rechts. Wij vonden het verschrikkelijk dat een GroenLinks-wethouder dat voor stond, want vonden wij een uitkering is een recht, punt uit. Tegelijkertijd, als ik nu daarover denk, dan denk ik ook, ja, we dachten ook wel heel kort door de bocht over hoe Bart Eigenman erover dacht. Want waar het bij zijn streven om ging, was een overheid die zelf ook actief is ten opzichte van mensen in de bijstand. Dus ook mensen helpt. En een overheid die niks vraagt van mensen afgezien van en ook niks biedt afgezien van een uitkering. Daarvan kun je je natuurlijk afvragen of dat eigenlijk wel zo'n sociale overheid is. Nou, ik ging in de jaren daarna bij de FNV werken en ik werd inderdaad tussen 2010 en 2018 Kamerlid voor GroenLinks. En ik zag in die tijd de sociale wetgeving steeds strenger worden. En ik denk dat het echt wel doorsloeg. Uitkeringsgerechtigden werden steeds meer verdachten gemaakt. Veel verplichtingen ook, waarbij ook het denken veel meer is van ja, een uitkering is een gunst in plaats van een recht. Echt het andere uiterste. En ook dat het kleinste vergissingje al als fraude kan worden gezien. Als ik nu naar de participatiewet kijk, dan denk ik dat het de strengste bijstandswet is tot nu toe. En dat is in ieder geval niet het denken waar ik zelf achter sta. Ik denk dat en als je kijkt naar GroenLinks, dan is bij ons volgens mij ook het denken veelal verschoven van een uitkering is een recht, punt, naar actief zijn in welke vorm dan ook draagt bij aan het welzijn van mensen. En wie dat nodig heeft, die moet gesteund worden om actief te kunnen worden. Dat is wat mij betreft het raamwerk waarbinnen ik als wethouder werk en inkomen werk. En in mijn praktijk als wethouder leidt dat ook tot specifieke keuzes. Wij gaan in ons bijstandsbeleid echt uit van vertrouwen in mensen. Dat geeft aan de ene kant minder romslomp, want je hoeft mensen minder in de nek te zitten. Je geeft je professionals, bijvoorbeeld je werkmatches, de mensen die de gesprekken met mensen voeren, ook meer vertrouwen. En ik denk dat je mensen daarmee ook veel meer motiveert. Want als jij de hele tijd in je nek gezeten wordt, dan krijg je ook het gevoel van ja, dat je iets niet goed doet. En dat gaat dan echt niet ervoor zorgen dat je meer vertrouwen krijgt in het gesprekken voeren met werkgevers om aan het werk te komen. Als ik kijk naar onze dienstverlening, dan is ook echt een kernwoord daarin stresssensitief. En dat betekent
duidelijke taal, ook simpele taal. Want niet iedereen kan even goed lezen, maar wel sociaal. En ook de toon waarop je mensen aanspreekt moet wat mij betreft duidelijk zijn, maar niet op een dreigende manier. En we hebben daarom ook onze standaardbrieven. Ja, als gemeente Utrecht, die bent natuurlijk een grote gemeente, gaan er veel brieven naar uitkeringsgerechtigden uit, hebben wij ook op die punten herzien. Waarmee ik overigens zeker niet wil beweren dat elke brief die vanuit de gemeente Utrecht uitgaat, altijd die goede toon heeft. Want het komt ook nog wel eens voor dat er bijvoorbeeld mijn mondeling vragen een uurtje, iemand een raad zit met een brief staat te wapperen waarvan ik denk, oh my god, hebben wij die hier gestuurd? En op zo'n moment ken ik ook gewoon, dit is niet de toon die wij willen, dit is niet de toon die wij willen laten zien. En dat zullen wij aanpassen. Maar ik zie wel, nu geleidelijk aan, ik vertelde dat net ook aan Robert, dat die brieven wel minder worden. Dus het duurt eventjes voordat zich dat ontwikkelt. Maar ik hoop dus ook dat bij de volgende wethouder, als die heel anders hierover denkt, dat ook weer een hele tijd duurt voordat die toon dan weer omslaat. Dus uitgaan van vertrouwen, nou, dat is de lijn in Utrecht. En dat is volgens mij ook landelijk de GroenLinks-lijn. Maar we hebben natuurlijk nog steeds wel die participatiewet waar ik het net over had. En wij zijn in Utrecht daarom ook samen met een aantal andere gemeentes met een experiment begonnen. Het experiment heet Weten wat werkt. En dat is een experiment waarbij wij proberen om eens los te komen van die wel eens niet eens discussie van wat nou werkt. Hè? Het denken van, als je heel streng bent, dan krijg je mensen makkelijker aan het werk, want dan moeten ze wel. Hè? Toch meer de, volgens mij de filosofie van de participatiewet. Versus ons eigen denken, als je mensen de ruimte geeft, dan komen ze juist eerder aan het werk. In dat experiment, dat doen 700 mensen aan mee, hebben wij 4 groepen. Een controle, want het wordt ook helemaal wetenschappelijk, begeleid vanuit de Universiteit Utrecht. We hebben 4 groepen. Een controlegroep, waarbij we blijven doen wat we al deden. Een groep waarbij meer ruimte is om bij te verdienen. Een groep die zelf aan de slag gaat, dus die alleen begeleiding krijgt als die daar zelf om vraagt. En een groep die extra begeleiding krijgt. En dat experiment, dat is nu, het specifieke experiment zelf is nu net afgelopen. De evaluatiefase begint nu. En in april, mei komen we hiermee met de eerste resultaten. Maar ik hoop dat we hiermee, in plaats van de wel eens niet eens discussie van wat nou werkt, is een keertje gewoon in de praktijk kunnen zien hoe iets werkt. Het ook wetenschappelijk kunnen bewijzen dat wij gelijk hebben. Dat hoop ik natuurlijk. En ik hoop ook dat we daarmee dan munitie in handen hebben om de wet, de participatiewet, ook echt te wijzigen. Om echt die kanteling te maken naar meer vertrouwen. Dus voor mij is dat een heel mooi voorbeeld waarbij je op een praktische manier toewerkt naar het veranderen van wetgeving. Ik zei net al, ik vind actief zijn belangrijk. En wat mij betreft is dat actief in de breedste zin van het woord. En in Utrecht is het zo dat veel mensen werk vinden. Het gaat economisch goed. Maar tegelijkertijd hebben wij ook 9400 mensen in de bijstand zitten. En dat zijn mensen die vaak veel verschillende problemen hebben. Ze hebben schulden, slechte gezondheid, spreken de taal niet goed. En wat ik al zei, vaak een combinatie ook. En ja, dan is het ook begrijpelijk dat hoewel er wel banen zijn, die mensen niet zo is dat je kunt zeggen, we hebben de banen, we hebben de mensen, 1 en 1 is 2. En wij zijn daarom ook begonnen met de werkbeweging. Wij willen de komende periode, de komende 2,5 jaar, 2000 mensen extra naar werk bewegen, bovenop wat we al doen. En jullie horen mij zeggen, naar werk bewegen, wat betekent dat? Dat betekent voor mij niet per definitie iedereen uit de uitkering. Ik zou dat natuurlijk liefst wel willen. Ik gun ook mensen een betaalde baan. Maar ik zou het ook al heel goed vinden als mensen bijvoorbeeld parttime werken. Of als ze bezig zijn met scholing. Want ik heb liever dat mensen daarin gelukkig zijn of pas later uit de uitkering komen. En dan dat we nu mensen snel aan het werk helpen, maar dat vervolgens mensen dat werk ook weer heel snel kwijtraken. Want dat leidt dan alleen tot een soort van draaideurbijstand. Ik denk dat mensen daar niet gelukkig van worden, dat alleen maar tot meer negatieve ervaringen leidt. Slecht voor het zelfvertrouwen van mensen en ook slecht voor het welzijn van mensen. En we hebben dat langs 3 lijnen. Ten eerste nemen we meer mensen aan om mensen aan het werk te helpen, meer werkmatches, zodat we meer individuele aandacht aan mensen kunnen geven. Ten tweede willen we discriminatie tegengaan en ook mensen meer weerbaar maken tegen discriminatie. En het derde is dat we passende banen willen maken.
En dat laatste, ik zal het niet helemaal toelichten, maar dat laatste, dat banen maken, dat is wel het moeilijkste. Want ik heb daar gisteravond ook een heel debat in de Raad over gevoerd. De Partij van de Arbeid zit bij ons in de oppositie. Die zegt heel makkelijk, je moet gewoon banen maken. Parkwachters, conciërges, et cetera. Maar dat is op zich niet de oplossing voor mensen die nu nog zonder werk zitten. Want ik zei al, er is werk, maar dat werk dat matcht niet met de mensen die nu niet kunnen werken. Dat heeft veel meer te maken met een veelheid van problemen. En een tweede ding wat me eruit in tegenstaat, is dat het er ook vanuit gaat dat de overheid het in hun eentje moet oplossen. Ik vind het juist belangrijk dat die werkgevers ook wat gaan doen. En dat is wat wij binnen de werkbeweging ook willen doen. Dus kijken of we werkgevers kunnen verleiden om banen aan te passen. Of wij van onze kant mensen meer kunnen voorbereiden op het werk. Hè? Bijvoorbeeld via ons sociaal werkbedrijf, via sociaal ondernemers. En ook door meer persoonlijke aandacht aan mensen te kijken. En ik denk wel van, het zou misschien best kunnen helpen om te kijken naar een bepaald soort banen. Maar dan denk ik meer aan een constructie waarbij wij als gemeente in het eerste deel misschien wat meer betalen en wat extra begeleiding bieden. Maar dat het geleidelijk aan wel zo is dat we mensen weer loslaten. En dat dan de werkgever helemaal aan de lat staat. Maar ik heb dat nog niet uitgedacht. Ik moet dat nog echt verder gaan uitwerken. En verder is het ook wel een ding van, wat je ook ziet is bijvoorbeeld het bijverdienen bovenop de uitkering. Hè. Ik vind het belangrijk dat mensen ook echt wat kunnen overhouden, dat werk ook echt loont. Maar tegelijkertijd is het ook wel goed om te kijken hoe je dat dan kunt doen. Hè. Want je wil niet dat mensen bijvoorbeeld andere werkende mensen verdringen. En ook je wil ook niet dat mensen alleen maar voor een uitkering werken en er dus niks aan overhouden. De FNV die zegt bijvoorbeeld, je moet niet doen aan werken zonder loon, hè? Werken met behoud van een uitkering. Maar stel nou, als je door dat tijdelijk te doen en mensen daarna meer kans hebben om aan het werk te komen. Welke deur gooi je dan dicht als je werken met een uitkering in elke vorm zou afwijzen? Dus ik vind dit wel iets waarbij ik denk, hier moet je heel goed naar kijken. Oppassen voor verdringing, maar om de deur helemaal dicht te gooien, dat gaat me dan te ver. Dus ik loop op dit vraagstuk ook tegen de meest principiële vragen aan. Hoe ver mag je nou gaan om mensen actief te krijgen? Nou, ik kan nog veel meer zeggen, maar ik zie inderdaad net dit gaan. Ik had nog een blokje armoede en schulden, maar dat laat ik dan zitten. Als ik kijk naar de overgang van Kamerlid naar wethouder, dan zeg ik wel eens, dezelfde idealen, maar wel vanuit een andere functie. Je bepaalt niet direct de wetgeving waarbinnen je opereert. En die ideale samenleving die hebben we zeker nog niet bereikt. En die zullen we denk ik ook nooit bereiken. Maar daarom is het ook de kunst om in die uitvoering wel te proberen om maximale ruimte te zoeken. En ook te kijken wat je nu voor mensen kunt betekenen. En dat is wat ik mezelf steeds voor ogen hou als wethouder. Dank jullie wel. Een zorgzame overheid die ook een beroep doet op de private sector om iets te doen op het bedrijfsleven. Mm-hmm. Je vertelde over een experiment dat me intrigeert met de vier doelgroepen. Ja. Je hebt ervaring als Kamerlid om vanuit de oppositie de regering aan te spreken op wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Je bent nu bezig binnen die participatiewet te kijken hoe mensen in de bijstand toch geholpen kunnen worden om op een of andere manier weer zinvol te kunnen participeren in de samenleving. Ja. Maar het is ook een publiek geheim dat de participatiewet ook een bezuinigingsoperatie was. Ja. De voorspelling dat uit jouw onderzoek komt dat extra begeleiding voor heel veel mensen effectief is, lijkt mij geen hele wilde voorspelling. Mm-hmm. Wat gaat dat betekenen voor jou als GroenLinks-politica met de idealen om dat dan ook te willen doen en tegelijkertijd geconfronteerd met die bezuiniging? Ja, de extra begeleiding, ik denk dat dat zeker helpt. Hè. Er wordt ook wel gesproken over vitamine A, dat is dan de A van aandacht. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook nog wel eens zou kunnen dat er ook mensen zijn die juist gebaat zijn met minder begeleiding. Dus mensen die juist meer zelf willen bepalen. Dus wat ik hoop is dat we daarmee ook juist kunnen kijken van kunnen we nou echt kijken wat is voor de persoon zelf goed. En als ik kijk naar de participatiewet, dat is eigenlijk helemaal geen decentralisatie. Ja, het is gedecentraliseerd als in dat we het moeten uitvoeren, maar hoe, dat is echt behoorlijk vastgelegd. Dus als ik in ieder geval als wethouder meer ruimte krijg om te bepalen, deze persoon geven we meer begeleiding en deze persoon kijken we vooral wanneer die komt, dan helpen we hem maar verder niet. Hè? Dan denk ik dat dat ook al kan helpen. Okay.